Met minister Krishna Mathura van Defensie spraken wij over de operatie Marbonsu, welke op 7 december van start is gegaan. Wat houdt de operatie precies in? Wat zal het leger precies doen en wat beoogt men in feite met operatie Marbonsu? Maar we spraken ook over de grenzen, met name de grens tussen Marowijne en de Franse kant, Frans-Guyana, waar het allemaal nog heel makkelijk over te steken is. Hoe zit het daarmee? Hoe zit het met de controle? Hoe zit het met de grensbewaking? En we vroegen ook aan de minister hoe het zit met de kwestie rond het leger en een vakbond. En het is een operatie die we uitvoeren in samenwerking met de kustwacht, de LBB, dus het ministerie van GBB, maar ook het Korps Politie Suriname, samen met het Nationaal Leger. En de bedoeling is dat we controle verscherpen, dat we aanwezig zijn op diverse locaties tegelijk. En wat we proberen te doen daarmee is de illegaliteit helpen afnemen, te doen afnemen. Door controle te verscherpen, aanwezig te zijn. En we proberen dus die illegaliteit echt te ontmoedigen. En dat doen we dus tegelijk op meerdere plekken. Er zijn meer dan 100 mensen betrokken bij deze operatie. Wat we zien is dat door gebrek aan overheidsgezag op diverse plekken de illegaliteit toeneemt. Dat overvallen plaatsvinden, dat natuurlijke hulpbronnen meegenomen worden, dat illegale immigratie plaatsvindt. En wij zeggen nee, we hebben een beleidsplan gemaakt. Wij hebben gezegd dat wij, onze missie is Suriname beschermen en ondersteunen. En dat moet niet alleen woorden blijven, maar dat moeten we in daden omzetten. En dat doen we nu. En elke maand gaat u merken dat we een nieuwe operatie hebben, waarbij we diverse locaties uitkiezen en samenwerken. En een tweede belangrijk aspect is dus, één is de bescherming en de illegaliteit ontmoedigen. Tweede is de samenwerking vergroten. We werken heel veel samen met buitenlanders, dus andere defensieorganisaties. Maar het is ook belangrijk om met andere ministeries interdepartementaal samen te werken. Want we zijn één overheidsorganisatie en we moeten integraal beleid uitvoeren, zodat we met elkaar versterkt worden en dan die illegaliteit aanpakken. En een derde is, hoe meer operaties we gaan uitvoeren, hoe beter de paraatheid is binnen het leger, hoe beter onze mensen getraind zijn, en elke keer evalueren we en dan kijken we wat is goed gegaan en dat wordt versterkt, en wat minder goed is gegaan, dat wordt meegenomen de volgende operatie en dat wordt dan verbeterd, en daardoor krijgen we een professionele legerorganisatie. Minister, maar wat is de reden dat er toch ruchtbaarheid hieraan wordt gegeven? Dit is geen geheime operatie. Het karakter van deze operatie is juist preventief en zichtbaar. Wanneer we als legerorganisatie een operatie doen die een geheim karakter heeft, dan maken we dat niet bekend en dan geven we ook geen ruchtbaarheid. Dit is juist dat mensen weten dat het leger daar en daar is, en dat ze dat het ook verder verspreid wordt, dat mensen zeggen van hey, ik moet me niet schuldig maken aan illegaliteit, en dat het juist een impact heeft op andere gebieden en andere delen, en dat het leger paraat is en het leger gaat optreden en dat mensen zich niet schuldig maken. Dus de aard van deze operatie is een preventieve. Het heeft geen geheim karakter. Ja. Maar is het namelijk zo dat wij ons zorgen moeten maken om de veiligheid? We gaan ons altijd zorgen moeten maken om de veiligheid. En het is altijd goed om alert te zijn en actief te zijn. Eén overval zelf is al te veel. Illegaliteit, weinig of veel, is niet goed en moeten we ten alle tijden bestrijden.
En dat is dus de aard en de missie die het leger heeft. En het is niet alleen een taak van het leger of politie. Het is een taak van elke Surinamer, van de totale gemeenschap. We willen geen illegaliteit in dit land. We willen als goede burgers in dit land leven. We willen mensen hebben die zich houden aan wet en recht in dit land. En niet ten koste van anderen zich verrijken of dat onze natuurlijke hulpbronnen worden weggedragen door andere groepen of een deel van de samenleving of door buitenlanders. Dat willen we niet. Die natuurlijke hulpbronnen zijn van ons, van Suriname. En we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat het ten goede komt aan elke Surinamer. Minister, ik hoorde u daarnet praten over illegale immigratie. Nu heeft de informatie ons bereikt dat er toch wel oversteek plaatsvindt bij de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Hoe is het met de grensbewaking? Is dat nu open op dit moment? Ja, het Nationaal Leger is belast met de grensbewaking, mede belast met de grensbewaking. En we hebben meer dan 500 kilometer grenzen. En dat kan je dus niet hermetisch afsluiten. Ook al zouden we willen, we hebben ten eerste niet de middelen, maar ook de mensen niet om zoveel grensgebied hermetisch af te sluiten. Overigens, het is geen enkel land gelukt om de grenzen hermetisch af te sluiten. Dus we gaan het niet kunnen doen. Bovendien, we willen handel hebben. We willen wel dat er stromen zijn. Maar wat we niet willen is dat er illegale stromen zijn. Dat mensen zich niet houden aan wet en recht. Die illegaliteit moeten we eruit halen. Want de rest is wel goed. Je kan je land niet isoleren. Je wil hebben dat er toerisme komt. Je wil hebben dat er handel met goederen wordt. Maar je wil zaken als smokkel, als illegaliteit, als binnenkomst van verdovende middelen, van kweek, van allerlei dingen die illegaal zijn, brandstof, dat wil je voorkomen. En ik denk dat de beste manier is om controle op diverse locaties controle uit te oefenen. En alles wat niet verklaarbaar is, wat illegaal is, dat aan te pakken. Ik denk dat door die controles te verscherpen op verschillende gebieden, je beter in staat bent om dat te beheersen. Dus om te zeggen van, ik zorg ervoor dat minder illegaliteit in het land komt. Want het gaat, wat je ook gaat doen, er gaat illegaliteit komen. In alle landen in de hele wereld. Maar je moet het zoveel mogelijk voorkomen. En dat kan je doen het beste met controle. En dat is precies wat we nu doen. Is controle opvoeren, zodat er een preventieve werking daarvan uitgaat en dat de Suriname behoeden van illegaliteit. Maar hoe zit het met de controleposten en het personenverkeer daar? Kijk, de controleposten, ik heb het al eerder aangegeven. We hebben verschillende controleposten langs de Marowijnen. Ik dacht 4 op dit moment. Albina, er zijn 4 Sneeuwskonderen en er zijn een paar. Dus 4 controleposten langs de Marowijnen. Ik denk Corantijn ook 2 controle of 3 controleposten. Maar nog steeds te ver. We hebben een controlepost Stoelmaaseiland. Sneeuwskonderen. Maar het is tussen Sneeuwskonderen en Stoelmaaseiland 4 uur varen. Tussen die 2 heb je geen post. En je kan, als mensen in hun hoofd hebben om illegale dingen te doen, gaat het gebeuren. Dus je bent niet in staat, als mensen illegaal willen oversteken, je bent niet in staat om het te doen. Maar ook al zou iemand wonen daartussen en die wil bijvoorbeeld naar Frans-Guyana gaan, kan hij, ook al zou hij legaal willen doen, hij kan het niet doen, omdat hij niet 3 uren eerst moet varen om bij Stoelmaaseiland te komen melden of bij Sneeuwskonderen te komen melden om dan zijn ding te doen. Dus het is niet toereikend op dit moment wat we hebben. En ten tweede, je kan dat ook niet organiseren vanwege beperking van middelen. Dus wat je moet doen is steekproeven nemen, regelmatig. Awareness vergroten dat dit niet mogelijk is. En sanctie. Als je pakt als illegaliteit er is, dan moet je wel harde sancties stellen, zodat daarvan ook een preventieve werking uit gaat van, dit mag je niet doen. En als je het doet, dan staat er straf op. Ja.
Maar heeft de informatie u ook bereikt, minister, dat er onder de mom van het vaccineren aan de overkant te Frans-Guyana er oversteek plaatsvindt, illegale oversteek plaatsvindt? Nou, die specifieke informatie heb ik niet gehad. Maar ik weet wel dat er heel veel oversteek is. We hebben zelf observaties laten plegen en er zijn bijna 80 tot 100 boten die oversteken dagelijks. En dat gaat niet altijd via, onze immigratiepost. Dus ik weet dat er heel veel illegaliteit is. Een deel wordt gedoogd, een deel is de goede trouw, een deel is de kwade trouw. En wat wij moeten doen en wat we ook doen is, we hebben recent 2 boten aangeschaft. Dus waardoor we die surveillance op het water ook kunnen verhogen, de controle op het water ook kunnen verhogen. Maar je zal dit niet alles kunnen aanpakken met maatregelen, sanctiemaatregelen. Je zal ook je volk moeten opvoeden door te zeggen van, weet je moet je aan de regels houden, je moet bewustzijn vergroten en je moet het ook makkelijker maken van mensen. Want die grens tussen Marowijnen en Frans-Guyana is een bijzondere grens. Het zijn mensen die heel veel familie hebben aan de overkant. Het heeft een historie van binnenlandse oorlog waarbij mensen aan de Frans-Guyanese kant zijn gaan wonen. Hun kostgrondjes zijn nog aan deze kant. Kinderen gaan naar school omdat wij zelf die scholen niet hebben. Er wordt heel veel handel gedreven, wat ook in het belang is van Suriname zelf. Dus er zijn heel veel goede dingen, maar er zijn ook een aantal minder goede dingen. En je moet beleid gaan maken, je moet controle gaan verscherpen, je moet bewustzijn vergroten en regels scherper stellen. Maar minister, zou het verstandig zijn om tussen de grens van Paramaribo naar Marowijne, zoals we dat in het verleden hebben gehad, ook controleposten te plaatsen? Of zijn die er al? Ja, er zijn controleposten, maar het is meer een taak van het Korps Politie Suriname. Niet alleen aan de Marowijne kant, maar ook aan de Snikeri kant en ook aan de kant van Zuiden. Kijk, Suriname is heel groot. En je kan niet overal zijn. Maar wat je wel kan doen is op verschillende locaties controleposten plaatsen, waardoor je zicht hebt wat er komt en wat er gaat. En dat moet gewoon verscherpt worden en verbreed worden. Maar dat is een taak die voor de politie is, denk ik, omdat zij een handhavende taak hebben van alle wettelijke regelingen in dit land. En wij kunnen als leger daarbij ondersteunen. Ook hebben wij eerder deze week, minister, het bericht gehad over vakbond en het leger. De minister van Defensie, Krishna Mathura, hoe staat zij tegenover een vakbond binnen het leger? Nee, vakbonden, dat is een vereniging van medewerkers die opkomen voor hun eigen rechten en plichten. En daar kan geen enkel bezwaar tegen zijn. Dat is een recht, dat is een grondrecht van mensen om op te komen, om je mening te uiten, om voor je rechten op te komen. Daar kan geen enkel weldenkend mens bezwaar hebben. En dat hebben wij ook niet. Alleen, dus het verenigingsrecht, daar hebben we ook geen bezwaar tegen. Alleen zeggen internationale verdragen dat je bij bepaalde groepen uitzonderingen zou kunnen maken. Groepen die waar het algemeen belang zo groot is, waar levensbedreigende zaken van kunnen ontstaan. Dat geldt voor de verpleging, dat geldt voor politie, dat geldt voor leger. En in het leger is er een wettelijke regeling waarbij dus vakbonden verboden zijn. Maar er is wel een ander instituut in de plek gekomen en dat is het overlegorgaan voor militairen. Dat is in de wet opgenomen, maar het is al geen 10 jaren, langer dan 10 jaren, niet bemenst. Daar heb ik het opgepakt en in proces gezet. Het is goedgekeurd door de raad. Het is nu naar de staatsraad. We hebben de voordrachten om het overlegorgaan te bemensen en dat gaan we doen.
Dus wat wij, en dat is één. Twee is, we proberen door communicatie intern te verbeteren, inspraak te creëren. Ik heb ook inspraak gecreëerd door inspecteur-generaal functie te bemensen, waar mensen ook naartoe kunnen gaan om hun, datgene wat ze op hun hart hebben te uiten. En het kan van alles zijn. Het kan zijn de bejegening, het kan zijn hun rechtspositie, het kan zijn arbeidsomstandigheden. Ik heb bij mijzelf ook audiëntie, vaste audiëntiedagen waarbij mensen mij kunnen bereiken. Dus ik heb op verschillende niveaus geprobeerd de inspraak te verbeteren en te kijken. En een ander aspect waar ik aandacht aan heb besteed is rechtspositionele zaken. We hebben gezegd, als iemand wettelijk aanspraak maakt op wat het ook mag zijn, dan moeten wij van de leiding alles in het werk stellen om dat ook te gunnen aan de mensen. En het kan zijn bijvoorbeeld bevorderingen, het kan zijn medailles, het kan zijn verlof, het kan zijn gelegenheid tot verweer. Iemand mag ook zijn kritische kanttekeningen maken. Dus dat proberen we allemaal te doen, omdat wij de visie hebben, of bij Defensie, dat onze mensen het meest belangrijke aspect zijn in die organisatie. Je kan miljoenen middelen hebben, je kan de duurste machines hebben, je kan heel veel geld hebben, maar uiteindelijk doe je het werk met je mensen. En als je mensen gemotiveerd zijn, als je mensen geïnspireerd zijn, als je mensen goed getraind zijn, dan ben je beter in staat om je doelen te realiseren en iets voor het land te doen. We hebben ook de geschiedenis daar, minister, jaren 80. En we weten wat er is gebeurd toen er een vakbond was. Is dat misschien ook de main reason? Nee, dat zal zeker een rol hebben gespeeld. U doelt op de jaren 80 en 8 december. En ik denk dat zeker 8 december een dieptepunt is geweest in de geschiedenis. En dat nooit mag gebeuren. En ik denk dat die zaak bij de rechterlijke macht is. En ik denk dat dit soort dingen nooit straffeloos mogen gebeuren. Absoluut niet. Ik denk dat niemand het recht heeft om een ander zonder meer van het leven te beroven. Wat ook de aanleiding mag zijn geweest, mag niet. Ik denk, en dat is de kracht van een democratie en dat is de kracht van een rechtsstaat. Dus als dat is gebeurd, dan veroordelen we dat, zeker als persoon. En dan willen we dat deze zaken zo snel mogelijk onderzocht worden, dat de waarheid aan het licht komt, want daar heeft de samenleving recht op. En nabestaanden hebben er recht op. En we willen dat het leger nooit betrokken raakt bij dit soort dingen. Absoluut niet. Het leger is een organisatie, een instituut, die juist moet beschermen. Suriname moet beschermen. Surinaamse burgers moet beschermen. Tegen buitenlandse agressie. En dat we moeten ondersteunen. Dus het leger mag nooit bij dit soort dingen betrokken worden. En ik denk dat ik trots ben op de mensen aan wie ik op dit moment leiding geef. Het zijn mannen en vrouwen die bereid zijn hun leven te geven voor dit land. Ze zijn niet perfect, ik ben ook niet perfect. Maar er is een hele sterke wil. Dat ze willen strijden, dat ze willen dienen, dat ze willen leren, dat ze willen groeien. En daar ben ik trots op.